Zoals we allemaal weten bestaat Kuik, Keukelum, al heel veel jaren. Hier aan de Maas, de oude Romeinen zijn er geweest. En die hebben ook heel veel achtergelaten. Potjes, bakjes en beenderen, schijnbaar ook. Vandaag is het de archeologiedag hier in Kuik. Leuk, klein opgezet, maar hier in een Romeinse tuin, bij het museum en daartussenin is van alles te doen. Een mooie zandbak voor de kinderen waar ze van alles op kunnen graven. En hier in een Romeinse tuin, hier staat een meneer en die ziet er wel heel bijzonder uit. En die is iets aan het doen. Maar meneer, wat bent u aan het doen hier vandaag? Ik probeer de ziener van het Romeinse Rijk weer leven in te blazen. Die mensen die kwamen eigenlijk, dat waren eigenlijk de oude Etrusken die Rome al bewoonden. En die konden aan de vlucht van de vogels konden ze zien of een veldslag wel of niet succesvol af zou lopen. En ik kan nu de mensen, kan ik een botjes uit laten strooien op tafel. En dan kan ik ze op die manier, als ze een wens doen, laten zien of die uit zal komen of niet. Al deze botjes hebben een positieve kant, een minder positieve kant. En die opent zich als je die op tafel uitstrooit. Nou, ik zou zeggen, ik strooi zelf. Ja. Nou, ja. Daar komt hij. De ziener interpreteert en kijkt dat er eentje op zijn kant valt. Uitstekend, dat wordt vast een groot succes. Ja. En dat de andere twee irreële wensen zijn die helaas niet uit gaan komen. We moeten streng zijn als ziener, omdat dit is de positieve kant en dit is de minder positieve kant. Je komt er vanzelf achter dat het irreële wensen zijn en dan laat je ze los, daarom liggen ze ook apart. De toekomst ziet er zo uit dat je in een mooie harmonie en met veel voorspoed heel gezond oud zult worden. Dus dat is wel heel prettig om te horen. Nou, dat klinkt wel positief, ja, ja. Zeker. Ja. En in deze tuin liggen ook heel veel scherven. En dan denken wij misschien, nou oké, dat zijn gewoon oude potten. Maar deze meneer die weet er wel iets anders over vertellen. Meneer, waar komen deze scherven allemaal vandaan? Eigenlijk uit de hele regio. Wanneer je in Kuik een schep in de grond steekt, is de kans groot dat je scherven tegenkomt. En dat kan uit alle tijden zijn. Dat kan de prehistorie zijn, dat kan Romeins zijn. Of de moderne tijd. Dus moderne tijd, dan denk je aan Delft Blauw, Kulspotten, ja. Dat soort dingen. Middeleeuwen kun je hebben. Maar vooral Romeins. De Romeinen hebben hier een fort gehad. En dat fort heeft natuurlijk heel veel achtergelaten. Ja. In het museum kun je de Romeinse schoenen vinden, die bij de brug gevonden zijn. En zo gaan we eigenlijk haaientanden hebben gevonden. Dus dat is de oertijd. En zo bouwt het eigenlijk naar het heden op. Ja. U heeft hier nu allemaal scherven. Ja. En wat bent u nu vandaag op deze dag aan het doen? Mijn kennis aan het oefenen. Aha. Dus probeer te bepalen als ik een scherf zie of die kan herkennen. En of die kan plaatsen in een van die tijden. Ja. En kijkt u dan naar de versiering of naar de grondstof waar het van gemaakt is? Dit is een hele ruwe pot, dus die zou ik eerder richting prehistorie zoeken. Dit is eigenlijk relatief modern, dus dat zou ik in de middeleeuwen zetten. Nou, typisch Romeins, daar vond ik eigenlijk dit. Dus de Romeinen hadden wel een behoorlijke handvaardigheid. Dus de potten die werden al aardig versierd. Ja. En ook in dunnere kwaliteit. Dus die zou ik dan hier plaatsen. En zo kun je scherf voor scherf indelen in de tijden. Ja. Nou, mooi. Dank u wel voor uw tijd. Ja, graag gedaan. En succes jullie vanmiddag. En in het archeologisch centrum in Kuik is ook een prachtige tentoonstelling, vitrines met allerlei oudheden hier. En ook heel bijzonder, slagtanden en kiezen van een mammoet. Nou, bij mij staat Jan.
Jan kennen we inmiddels, want die graaft alles op wat er maar in Kuik en omgeving op te graven valt, hè Jan? Nogal wat. Ja. Maar mammoeten, die zijn hier werkelijk geweest, die hebben hier rondgelopen in Kuik? Het is heel, heel bijzonder. In de Kraaienbergse plassen, ja eigenlijk in Kuik, zijn met de zandzuiger van Smals, zijn gedurende 40, 50 jaar zijn er allemaal vondsten naar boven gekomen van ongeveer 27 meter diep. En we hebben hier een paar voorbeelden, stukken slagtanden van een mammoet. We hebben kiezen van een mammoet, we hebben een hele mooie poot, een bovenpoot van een mammoet. Maar er zijn nog meer vondsten van wolharige neushoorns. Die hebben hier ook rondgelopen. We hebben zelfs een atlas van een neushoorn uit die periode. Ja, er zijn slimme archeologen die hebben een afspraak gemaakt met Smals om als het materiaal over de lopende band gaat, om daarbij te mogen staan. En als er dan een poot voorbij komt, dan is het hebben, pek binnen. Of ja, een kies komt voorbij. Zo zijn die vondsten eigenlijk naar voorschijn gekomen. En dan gaan jullie als archeologiegroep uitzoeken van wat het precies is en uit welke tijd. Ja, precies. We hebben hele goede contacten met het Oertijdmuseum in Bokstel. En met Naturalis. En daar zitten de specialisten en die geven dan precies aan. Het komt door die periode, et cetera. Het land van Kuik is heel rijk, hè? Want nu kun je ook echt zeggen uit het land van Kuik. Dit zijn vondsten van de kuilen uit Mil. En daar kwamen dit soort materialen vandaan. Van haaien, vogelbotten. We hebben wervels van een haai, zeg maar. Het kwam hier allemaal voor. En die vondsten zijn nog ouder. Die zijn ongeveer 5 miljoen jaar oud. Willen mensen meer weten, waar kunnen ze dan nog terecht? Dan kunnen ze hier terecht in het Archeologisch Centrum in Kuik. Maar ook fantastisch is het museum Keukelum in de Toren. Daar ligt de hele geschiedenis van Kuik. En gemiddeld al ook delen uit het land van Kuik. Okay. Dankjewel voor je tijd, Jan. Graag gedaan. Ja. Ja, en wie een beetje vreemd is in Kuik en niet de weg weet, die kan natuurlijk terecht bij het toeristisch informatiepunt. En hierbij heb ik mevrouw Hoes. Wat is er precies te vinden hier? Wij hebben hier allerlei informatie over het hele land van Kuik. Ook over Kuik natuurlijk. En je kunt hier folders halen over fietsen, wandelen en alles wat er dan zoal te zien is. In Kuik en omstreken. Ja. Ja. En ik zei net voor de vreemdelingen hier, de toeristen. Maar is het ook interessant voor de Kuikse mensen om hier eens binnen te kijken? Ja, natuurlijk. Want de meeste mensen zeggen, och, wist niet dat het er was. Hè? Dat we dat hebben in Kuik. En dan nemen ze een wandeling mee. Of ze gaan naar het museum. Het archeologisch centrum is heel mooi. Dus dat is voor de Kuikse mensen ook heel erg interessant. En we hebben... Ja. De beeldtuin, heemtuin natuurlijk, alles wat er zo... Ja, dus wie hier langskomt vanaf het centrum richting de Maas, die kan gerust even binnenwippen hier? Dat doen de mensen ook wel, hè. Als de deuren openstaan, dan komen ze gewoon binnen. En dan kunnen ze kijken wat we allemaal hebben. Oké. Ja. Nou, goed bezig. Dank u wel. Wij wippen ook eens vaker binnen. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Moet je zeker doen, ja. Oh, nou, helemaal goed. Als u nog meer wil weten over de onderkant van Kuik, kunt u natuurlijk altijd terecht in dit prachtige museum wat we hier hebben. Het Museum Keukelum. In de zomermaanden bijna altijd geopend. U kunt hier gratis terecht. U kunt de toren beklimmen. En er zijn hier nog prachtige voorwerpen te zien, te bekijken. Kortom, een archeologiedag in Kuik. Het is klein, maar zeker de moeite waard. Misschien iets voor u volgend jaar?